1100 enthousiaste boeren op Regiodag Noord, geen afschrijving op fosfaatrechten en recordoogst zorgt voor meeste vertraging, biedt de campagne. In Theater De Lawaai in Drachten werd gisteren de dag van LTO Noord Regio Noord gehouden. Sprekers waren onder andere minister Carola Schouten en Yvonne Jaspers van Boer Zoekt Vrouw. Hoe zenuwachtig word jij hiervan? Ik word hier best wel zenuwachtig van. Het is echt best wel indrukwekkend. Dat ga ik even een eerlijke confession doen. Toen ik hier naartoe reed, toen heb ik echt nog wel telefoontjes zitten plegen. Om te vragen mensen, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? En als ze hierover beginnen, en als ze daarover beginnen. Gelukkig zijn jullie allemaal heel erg rustig. Nog wel. Regiovoorzitter Trinke Elshoff van LTO Noord bood de minister de handreiking de kwaliteiten van het Noorden aan. En daarin geven wij eigenlijk aan van ja, wie zijn wij nu eigenlijk? Wat typeert ons? Nou, dat we nuchter zijn, dat we een doener zijn, dat we innovatief zijn, dat we kennis hebben, dat we de keten dichtbij hebben, dus de verwerkende productie. Voor de zomer van 2018 wil LTO Noord samen met ketenpartners een noordelijk agroakkoord sluiten met de ambitie dat uiterlijk in 2030 alle landbouwbedrijven en ketenpartijen duurzaam werken. Wij werken heel graag samen met de boeren, met de ideeën die zij zelf hebben om die verder te brengen, om die te realiseren. Dus ik juich het erg toe dat zij ook zelf met plannen komen. En waar het kan, ondersteunen we dat ook en denken we graag met ze mee om ook uiteindelijk met z'n allen de resultaten te gaan boeken. Doe gewoon normaal. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie ook wat zouden zeggen. Want vanuit jullie is nog niet heel veel deze kant op gekomen. Jullie zitten nog allemaal een beetje te luisteren. Nou, dat gaan we dus nu veranderen. Heeft er iemand een vraag? Bij Yvonne Jaspers ging het vanzelfsprekend over Boer Zoekt Vrouw. En werd een vrijgezellenboer op het podium gehaald. Gooi nu al die broccoli om. Ja, daar heb ik niks mee. Heb je niks mee? Luister, hè. We zijn allemaal één grote familie. Dus ook de melkveehouders met hun grote mond houden heel erg van de spruitjes en de prei. Maar Jaspers grijpt ook het thema van de dag, de boer-burgerverbinding aan. Volgens Yvonne is er werk aan de winkel. Ik heb ontzettend overtuiging dat die heel erg veel interesse in elkaar hebben. Alleen moeten we soms de route even vinden. Maar over boer-burger, wat is het, hiaten of dat er een grote kloof zou zijn. Ik geloof dat helemaal niet. Uiteindelijk gaat iedereen 3 keer per dag eten en ligt er 3 keer per dag iets op je bord wat uiteindelijk van die boerderij afkomt. We moeten alleen een mooie route vinden. We hebben elkaar nodig. Fosfaatrechten worden voorlopig niet fiscaal afschrijfbaar. Dat meldt accountantskantoor Counters. Verder kan er ook in 2017 nog niet worden afgeschreven op de investering in varkens- en pluimveerechten. Vanuit het ministerie wordt dit bericht nog niet officieel bevestigd. LTO Nederland heeft de afgelopen periode flink gelobbyd voor de afschrijving. Counters meldt echter dat varkens- en pluimveerechten niet afgeschreven mogen worden in 2017, zolang er geen nieuwe einddatum door deze stelsels is vastgesteld. Zoals het nu lijkt, verwerkt SuikerUnie op 7 of 8 februari in het nieuwe jaar de laatste Nederlandse suikerbieten van dit seizoen. SuikerUnie liet deze week tijdens de telersvergadering in Zeewolde weten dat de bietencampagne in Nederland nog nooit zo lang heeft geduurd. Volgens de laatste cijfers komt de productie op 15,6 ton suiker per hectare. In totaal moeten meer dan 8 miljoen ton suikerbieten verwerkt worden. En dat is 8% boven de aanvankelijke prognose. De Nederlandse export van bloemen en planten klimt dit jaar naar een nieuw record van 6 miljard euro. Dat melden Floridata en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De twee organisaties baseren zich bij hun uitspraak op de exportresultaten tot en met november. In de eerste 11 maanden van dit jaar hebben handelaren voor bijna 5,6 miljard euro aan bloemen en planten uitgevoerd. Floridata verwacht dat als de exporteurs dezelfde omzet realiseren als in december vorig jaar, de mijlpaal van 6 miljard euro net wordt gepasseerd. De pluimveesector stelt gezamenlijk toezichthouder NVWA verantwoordelijk voor de miljoenenschade van de fipronil-affaire. LTO Nederland en 4 advocatenkantoren doen dat namens zo'n 120 kippenboeren. Dat doen wij omdat de NVWA vorig jaar een tip heeft binnengekregen dat er fipronil gebruikt zou worden in de leghennensector. Daar hebben zij toen ingeschat dat ze daar niet op hoefden te handhaven. Wat wel tot gevolg heeft gehad dat heel veel bedrijven getroffen zijn door de fipronilcrisis.
En de maatregelen die de NVWA nu heeft genomen om de fipronilcrisis aan te pakken, die hebben een dermate grote impact op die bedrijven dat wij voor onze leden op willen komen en proberen om een schadevergoeding te krijgen. Is het dankzij de NVWA ook zo groot geworden? Ja, dat is wel onze inschatting, omdat het was natuurlijk midden in de zomer. In eerste instantie was niet helemaal duidelijk wat er ging gebeuren. Het werd iedere dag erger met codes die op websites kwamen, met mensen in programma's die allerlei enge dingen over eieren vertelden. Dat had ook in het buitenland ernstige gevolgen. En daarvan zeggen wij, daar moet de NVWA ook de pluimveehouders in tegemoet komen, omdat naar ons idee de maatregelen buitenproportioneel zijn geweest. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.